Industriële spionage en politieke beïnvloeding, dat klinkt als een spionageroman, maar het gebeurt echt in Nederland. En het is nog gevaarlijk ook, omdat we onze cybersecurity niet op orde hebben. Aanleiding is de cyberaanval op TV 5 Monde door hackers die werken voor Islamitische Staat. De Franse Wereldomroep zendt uit op 11 kanalen in meer dan 200 landen. Maar die gingen allemaal op zwart. De cyberaanval die de computers van het Duitse parlement teistert is nog altijd niet onder controle. Door de cyberaanval moesten 10 binnenlandse en internationale vluchten van de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT gecanceld worden. Medewerkers van de luchthaven van Warschau konden na de hack geen tickets en boardingpassen meer printen. De internetprovider heeft te maken met een zogeheten DDoS-aanval. Bijna 2 miljoen Ziggo-klanten zijn getroffen door de aanval. Iraanse hackers zijn erin geslaagd een stuwdam in Amerika te hacken, vlakbij de stad New York. De hackers hebben toegang gekregen tot de Bowman Avenue Dam in de buurt van New York. Ze zouden niet de controle hebben overgenomen, maar wel binnen zijn geweest. Ik zou bijna zeggen, als je nu nog niet bedreigd voelt, dan weet ik het niet meer. Hier aan tafel Rob de Wijk en Brenno de Winter. Want als je dit ziet, dit is maar een deel natuurlijk, is veel meer. Maar wat is echt een hele grote, serieuze bedreiging die echt op de doel ligt? Ik denk industriële spionage en politieke spionage. Klinkt zo ouderwets, hè? Je denkt van, dat is iets van vroeger, oude spionage. Ja, maar ik vrees dat de Russen en de Chinezen in dit deel van de wereld even actief zijn als dat ze tijdens de Koude Oorlog waren. Sterker nog, ik denk zelfs op het gebied van de industriële spionage veel actiever. En wat kunnen ze daarmee doen, in het eerste geval? Nou, vorig jaar hebben we gezien dat er bij ASML de chipfabrikant is ingebroken. Wat daar precies is gebeurd, dat weet ik niet. Maar dat was wel duidelijk een geval van industriële spionage. Die beschikken over zeer sensitieve technologie. Is buitengewoon geavanceerd. Als je concurrentievoordeel wil behalen, is het niet onhandig om die informatie tot je te nemen. Ja, dan is het bedrijfsspionage. Maar op het niveau van overheden speelt het daar ook, Brenno, of niet? Ja, dat speelt het absoluut. En je zegt, ja, bedrijfsspionage, dat is toch wel heel ernstig. Want als jij heel veel geld hebt geïnvesteerd om een product te maken, nee, vervolgens staat het bij Alibaba voor heel wat minder. Maar dat is... Om eens iets te noemen. Daar krijg je gewoon bedrijven mee stuk. En bij overheden natuurlijk. Ja, als vreemde mogendheid wil je absoluut weten wat je concurrent doet. Maar toch, je kunt je voorstellen, mensen denken, wacht, er wordt door iemand of iets weer een onderwerp op de agenda gezet. En dan moeten we wel weten waarom dat zo belangrijk is. En in hoeverre het ons bedreigt. Als ik deze voorbeelden zie, vanmiddag er ook over los op de redactie over sprak, nu ik het van jullie hoor, dan denk je, dit is heel groot. Waarom horen we daar relatief weinig van? Nou, omdat het politiek een heel ingewikkeld onderwerp is. We zitten met een Tweede Kamer waar we zeggen en schrijven één ICT'er in hebben zitten. Dus... Enige met verstand van het onderwerp ook. Nou, er zijn er wel een paar met verstand van het onderwerp, maar heel veel zijn dat er niet. Dus je zit met een parlement dat geen flauw idee heeft waarom iets belangrijk is. Dus waarom zou ik die politiek agenderen? Wie is die ene die er wat van weet? Astrid Oosterbrug van de PvdA, dat is de enige ICT die erin zit. En die wordt ook niet altijd even serieus genomen, heb ik het idee, als het over die onderwerpen gaat. Omdat mensen niet weten waar het over gaat. Nee, omdat dat hele gevoel niet is dat hier enige urgentie is. Maar je kunt eigenlijk geen beroep meer bedenken zonder dat ICT daar een cruciale rol in speelt. Ja, je zou bijna zeggen, is wel degelijk, die urgentie is dus wel degelijk. En er is ook mee te scoren. Of denken politici, hier valt helemaal niets mee te scoren. Dus laten we niet over hebben. Ik ben het met jou eens. Ze hebben geen idee. Het gaat totaal langs hun heen. En dat heeft grote consequenties. Want als je het hebt over, laten we zeggen, politieke spionage, dan zie je dat er pogingen worden ondernomen om bijvoorbeeld onderhandelingsstandpunten naar boven te halen. Of men probeert politiek te beïnvloeden. De historici zullen dat denk ik gaan uitwijzen. Dat tijdens de hele discussie over de MH17, het vliegtuig dat is neergeschoten, rond het Oekraïne-referendum, dat er bewust ook een hele hoop beïnvloeding vanuit bijvoorbeeld Rusland heeft plaatsgevonden. Er zijn harde aanwijzingen voor inmiddels dat zo is. Ik geef één voorbeeld. Als je gaat zitten googlen op bepaalde onderwerpen die te maken hadden met MH17 en Oekraïne, kwam je vrij snel op sites van RT, Russia Today en van Sputnik. Dat zijn gelikte propagandasites van Rusland. En dat heeft absoluut bijgedragen aan het debat bijvoorbeeld in Nederland. Particulieren, die kunnen hier ook problemen mee krijgen. Want we hebben het gehad over overheden, bedrijfsleven, maar particulieren ook. Particulieren weten toch, ik moet me goed beveiligen. Let daar gewoon op. Nou, ja, je kunt wel weten dat je iets moet of zou moeten. Ja. Maar dat betekent nog niet dat je daarmee ook veeg bent om het te doen. Het besef dat we misschien iets zouden moeten doen, ja, dat is heel erg leuk. Maar dan weten we mensen niet de weg te vinden om zichzelf te beveiligen, om de juiste stappen te zetten. Mensen zeggen, we hebben met een IT-deskundige gesproken, die zegt, er kunnen zelfs doden vallen. We dachten, noemen ze meest extreem. Hoe zo? Dan is het, nou, je hebt het internet of things, met alles verbonden. Hè? Dus bijvoorbeeld ook met je pacemaker, met de auto, met de koelkast. Mm-hmm.
Als dat misgaat, kunnen er ongelukken van komen. Is het alleen om de boel een beetje op te fokken of is dat ook een serieuze dreiging? Nee, het is niet om de boel op te fokken, maar het is wel dat dit niet het risico is waar je meteen helemaal van wakker moet gaan liggen. Hè. De kans dat je aan bijvoorbeeld een kanker of een verkeersongeluk overlijdt is nu vele malen groter dan dat risico. Maar het is wel realistisch dat op een gegeven moment als dingen verkeerd gaan, dat gevolgen wel heftig zijn. Maar Internet of Things is een prachtig voorbeeld wat je net gaf. Dus inderdaad wel alles aan elkaar gekoppeld. Op dit ogenblik in de zuidelijke Randstad is Jeremy Rifkin, dat is een goeroe zeg maar, op dit gebied van de vierde of de derde, het is maar net hoe je telt, industriële revolutie, dat gaat over Internet of Things, aan de gang om te kijken hoe je dat deel van het land klaarstoomt voor die revolutie. Dat betekent dat de hele bedrijvigheid gebouwd wordt rond internet. En dat wordt het primaire verdienmodel van de zuidelijke Randstad. En als je dan niet het meest veilige internet ter wereld hebt, dan tas je dus gewoon je eigen verdienmodel en je welvaart aan als dat niet goed gaat. Ja, en hoe krijgen we dan die apparatuur binnen? Uiteindelijk draait het erom of het ergens een euro goedkoper is bij de een of bij de ander. En voor de leveranciers maakt het uit of je het een dag eerder of later levert. Want dan kan het zijn dat een tijdschrift iets wel oppakt of iets niet oppakt. En dat betekent wel of geen toegang tot de markt. Dus kwaliteit is, als dat niet hard wordt afgedwongen, en dat begint gelukkig wel een beetje op gang te komen, maar we dwingen niet hard genoeg af dat we bepaalde dingen niet op internet doen. En we dwingen eigenlijk niet hard genoeg af dat we een bepaalde kwaliteit in de markt zetten. En ook die kwaliteit een tijd lang waarborgen door bijvoorbeeld updates, dus nieuwere versies te blijven bieden van die software. Het kan nu prima zijn dat je iets koopt, in je huis zet en dat er daarna nooit meer wat aan verbetert. Ja, dan wordt het vanzelf een tikkende tijdbom. Nou heb je iemand nodig die het coördineert, die de leiding neemt, die tegen iedereen ook wakker schudt. Die man heet Wim Kuiken, die kennen we ook van van een ander Delta-plan. Die zit nu bij de Hague Security Delta, Delta-plan voor de cybersecurity. Deze week in het FD heeft hij gezegd, honderden miljoenen zijn er nodig voor onze nationale digitale veiligheid. Honderden miljoenen. Hoe komt hij aan dat bedrag? Omdat het een vitale infrastructuur is. En, maar hoe komt hij aan zo'n bedrag? Nou, honderden miljoenen? Omdat we ongeveer weten wat er speelt. Hoeveel hacks er worden gedaan elk jaar. We weten ongeveer wat de kwetsbaarheden zijn. In zeer brede lijnen. Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, kom je op honderden miljoenen. Als je dat allemaal gaat... Wat vind je van die club? Is het een belangenclub of is het een serieuze club? Het is een beetje van beide. Kijk, de Hague Security Delta is natuurlijk een verzameling van organisaties die er zitten die beveiligingsspullenboel moeten verkopen, om het dan maar heel plat te zeggen. Aan de andere kant betekent dat niet dat er geen probleem aan de hand is. Dus het is wel een belangenclub van ondernemers. Nee, dat is het niet. Ik heb hem zelf opgericht. Dus nee, dat is het niet. Zo is het nooit bedoeld. Het is echt bedoeld om te komen tot innovaties. Mm-hmm. En natuurlijk, uiteindelijk zit iedereen daar voor zijn eigen belang in. Maar de overheid zit daarin voor het belang om bijvoorbeeld te komen tot een veilig internet. Kennisinstellingen die zitten erin om hun kennis daarin te brengen. Bedrijven zitten er inderdaad in om innovaties te ontwikkelen en die innovaties in de markt te zetten. Maar daar is ook helemaal niks mis mee. Het is geen lobbyorganisatie. Het is een echte, klassieke, triple helix organisatie. Deze man heeft gisteren de wet open overheid voor elkaar gekregen. Dan gaat hij wobben. Dus die kan inderdaad dus zorgen dat hij alle informatie naar boven kan krijgen, dat alles transparant wordt en zo. Geloof je nu? Is het geruststellend, dit verhaal? Nou ja, eigenlijk hoor ik hetzelfde als... Ik hoor hetzelfde als wat ik net zei. Dus er is iets aan de hand. En het is ook een belangenorganisatie van een hele reeks... clubs met hun eigen belangen. Dus elke economische activiteit die je hebt in Nederland is een belangenorganisatie. Nee, maar het is een. De discussie die loopt op een manier dat er eigenlijk een zweem overheen wordt gelegd van het deugt niet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Daar is een groot maatschappelijk belang. Volgens mij zei ik dat niet, bedoel ik dat niet. Het enige wat ik zeg is van jullie hebben gewoon een economisch belang. Daar is niks mis mee. Aan de andere kant zeg ik ook er meteen overheen. Het betekent niet dat er niets aan de hand is. Er is wel degelijk iets aan de hand. Het enige waar ik niet mee eens ben is dat honderden miljoenen er zomaar in pompen, dat een oplossing gaat zijn. Wel goed dat die club er is. Die honderden miljoenen gaan zeker niet via de Security Delta lopen. Absoluut niet. Volstrekt niet. Ik denk dat wat heel urgent maar is erover, nu... Die kunnen erover, maar even wel goed is dat die club er is, vind jij? Ja, ik denk dat het heel goed is dat je ergens plat... Stel dat het wel zoveel geld gaat kosten. Waarom praten we altijd daarover? Waarom niet over wat het ook gaat opleveren? Dat is ook een sector die heel veel geld kan gaan opleveren, toch?
Het levert nu al heel veel op. En een van de dingen als je beveiliging goed doet, is dat de kwaliteit van bijvoorbeeld software omhoog gaat. En wat je nu ziet is dat de merendeel van de software die op de markt komt, is gewoon abominabel slecht. En alleen als we daar al een slag zouden maken, dat zou onze wereld zo... Hoe komt dat? Dat die software zo abominabel slecht is? Zouden we allemaal weten dat dat beter wordt? Omdat we nu niet een harde eis neerleggen dat die kwaliteit omhoog gaat. En er zijn dat heel veel... Dat ons eigenlijk niet kan schelen. Nee, inderdaad. En vooral het parlement gaat over. Je zegt net, er is er maar één die er verstand van heeft in het parlement. Ja, nou ja, goed. Precies. Die zijn in hoge mate op dit soort dossiers incompetent. Die laten zich toch nog onvoldoende informeren. Maar het daar ligt toch een schone taak, ook voor de hele security belt. Wat we hebben gedaan is het oprichten van de Cybersecurity Academie. Want we hebben veel te weinig kennis in Nederland. Dan moeten die Kamerleden dus dat gaan moest, volgen. Om maar even aan te geven wat daar gebeurt. Dat er dus niet alleen maar bedrijven zijn. Dit is gewoon de universiteiten hebben besloten om te investeren in cybersecurity opleidingen die daar worden gegeven. Er wordt nu geïnvesteerd in testbeds. Ik geef één voorbeeld. Je hebt allemaal van die slimme meters in je huis straks staan. Ja. Om de elektriciteit te regelen. Dan is het wel handig dat het niet gehackt wordt. Nee. Dus dat moet allemaal getest worden. En daarvoor zijn we in Japan geweest. We hebben gekeken wat daar gebeurt. En het blijkt dus dat je een hele hoop van dat soort zaken moet gaan testen voordat je ze op de markt kunt gaan brengen. Dus er wordt getest. Dat heeft ook weinig te maken met het verkopen van je spullen. Maar dat is belangrijk. Academie is belangrijk. Maar lobbyen is ook belangrijk. Doe je dan niet genoeg lobbywerk als de Kamer het blijkbaar niet serieus genoeg vindt? Of niet belangrijk genoeg vindt? Maar we lobbyen helemaal niet. Ik heb nog nooit in mijn leven gelobbyd. En volgens mij lobbyt Wim Kuiken ook niet. Maar wat zou je dan moeten doen om de... Nee, maar goed, op wat voor manier dan ook. Alleen maar lessen geven. Nee, maar dat is wel belangrijk. Als je een lobbyist bent, dan heb je een bepaald belang dat je probeert er doorheen te krijgen. Ja, maar hier zit gewoon een maatschappelijk belang van partijen, overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen die met elkaar samenwerken. Maar mijn vraag blijft, hoe kun je de politiek overtuigen? Want dat is toch een reden. Nou, die politiek wordt vanzelf wel overtuigd, omdat ze continu geconfronteerd worden met allerlei problemen op het internet. Spionage zal straks een veel groter issue worden dan het ooit is geweest. Er gaat absoluut binnenkort een discussie ontstaan over politieke beïnvloeding en maatschappelijke beïnvloeding. Misschien is ook niet meer de politiek het allerbelangrijkste instrument om dit soort dingen recht te trekken. Misschien dat de industrie dit op een gegeven moment zelf gaat doen, omdat gewoon de politiek de grote afwezige is op heel veel gebieden. En als politiek beleid uitzet op ICT-gebied, iedere keer maar weer blijkt dat dat niet wordt opgevolgd, dat het niet wordt waargemaakt. De onderzoeksrapporten zeggen elke keer hetzelfde, van er is slechte regie. De Tweede Kamer stelt zelf in een onderzoek vast dat zij hun controlerende taak niet goed uitvoeren op dit gebied. Misschien is die politiek niet zo belangrijk als ze zelf denken. Maar als ze zichzelf belangrijk wil maken, dan zal ze in ieder geval ook zich moeten gaan bijscholen. Ik dank de heer voor dit gesprek. En straks, na de reclame. We will beat her so badly. We'll beat her badly.